Hallo, ik ben Jamie en ik speel trombone. Hallo, je hebt gekozen voor trombone. Dat is heel slim, want trombone is een van de leukste instrumenten die er bestaat. Nu je zelf thuis een trombone hebt, betekent dat je zelf voor je instrument moet zorgen, zodat je er zo fijn mogelijk op kunt spelen. Bij de trombone is het belangrijk om de schuif soepel te houden. Daar gaan we eerst wat aandacht aan besteden. Daarna zullen we het kort hebben over het stemmen van de trombone. Haal de buitenschuif van de binnenschuif af en leg de buitenschuif voorzichtig ergens neer. Wees voorzichtig dat je nergens tegen aanstoot. De eindes van de binnenschuif zijn heel kwetsbaar. Maak met een schoon stukje tissue de twee buizen van de binnenschuif schoon. Pak een klein beetje schuifvet tussen je duim en wijsvinger en smeer dat goed uit over de eerste buis van de binnenschuif. Pak nu de buitenschuif en schuif deze aan de kant die je net hebt ingevet over de binnenschuif heen. Draai nu de schuif rond en haal hem een aantal keer heen en weer over de eerste buis van de binnenschuif. Daarna doe je hetzelfde met de andere buis van de binnenschuif. En dan zet je de schuif weer in elkaar, buiten over binnenschuif. Dan pak je de waterspuiter en spuit vanaf ongeveer een meter afstand een beetje water over de schuif. Verdeel dit ook over de schuif door hem te openen en te sluiten. En dan ben je klaar. Als je samen met iemand anders muziek gaat maken, is het belangrijk om goed te stemmen. Als je dat niet doet, klinkt het waarschijnlijk vals. De trombone kun je stemmen met de stembuis. Dat is het kleine schuifje aan de achterkant van de trombone. Je kunt een stemapparaat gebruiken om dat te doen. Maar je kunt het ook doen door goed te luisteren. Als je een noot speelt in de eerste positie, kun je de stembuis verder uittrekken om de trombone lager te stemmen. En je kan het schuifje weer induwen om de trombone hoger te stemmen. Gaat er een snaar los of is je instrument kapot? Probeer het dan niet zelf te maken. Wacht dan tot de volgende les en vraag hulp bij je leraar. En als je meer wilt weten over hoe je je instrument verzorgt, bijvoorbeeld over hoe je hem in of uit kan pakken, kijk dan naar de andere instructiefilm op orkestindeklas.nl.